Parijs wonen zo'n 2 miljoen mensen. Maar er zijn 3 keer zoveel ratten. Zo'n 6 miljoen. Boven de grond, maar vooral ook in de riolen onder de grond. Zoals hier in de Ruijen van Antwerpen. In steden zoals bijvoorbeeld Parijs ligt veel afval. En dat betekent veel eten voor de ratten. En ratten kweken ook snel, dus komen er altijd maar meer en meer. De stad probeert er al jaren van af te geraken, maar het lukt niet. En dus is er een nieuw plan. Gewoon leren samenleven met de ratten. Dat wil zeggen, geen afval meer op de grond en meer vuilnisbakken. Maar hoe zit dat bij ons? Linda, jij werkt in de Ruijen. Zitten hier dan ook zoveel ratten? Er zitten wel ratten, maar niet zoveel als in Parijs. Maar er zitten ratten. Hoe komt dat eigenlijk dat er in elke stad ratten zijn? Overal waar mensen zijn, zijn ratten. Wij laten afval achter en daar komen ze op af. Dus jij ziet hier af en toe wel eens een ratje passeren? Inderdaad. Moeten we eigenlijk bang zijn van ratten? Nee, absoluut niet. Een rat gaat niet zomaar aanvallen. Die komen niet naar u toe. Als je die ziet, gewoon voorbij wandelen. Hoi, de video die heb je al bekeken. Nu nog liken en abonneren. Dikke merci om te kijken. En oh ja, we hebben nog veel meer video's, dus zeker eens checken.